Welkom op ons Pieters Farmbedrijf. Mijn naam is Rob Fox. Samen met mijn zwager Roel Keizer hebben we hier een kalverhouderij. Ons Pieters Farmbedrijf is gevestigd in het mooie plaatsje Emst. Dit is gevestigd in de Nederlandse provincie Gelderland. Ik ben trots op dit prachtige familiebedrijf waarbij we kalveren huisvesten volgens het Pieters Farmsysteem. De kalveren krijgen kalvermelk. We hebben grote silo's met melkpoeder waarbij we de melk getransporteerd wordt in een menger. Waarbij deze met water wordt opgelost. Dit wordt gemengd waarbij we de melk verstrekt wordt aan de kalveren. Naast de melk krijgen de kalveren ook ruwvoer. Dit is een muesli wat gemengd wordt met gehaksteld stro. Dit verstrekken we door middel van een shovel waarbij we de muesli en de stro mengen. Dit wordt dan aan de kalveren gevoerd in de trog. De melk wordt verstrekt door middel van een speenvoederingsautomaat. De kalveren krijgen melk. De computer herkent de kalf door middel van een chip. De chip die zit aan het oormerk. Zo gauw de kalf in de buurt komt bij de automaat, weet de computer welk kalf het is, waardoor hij de juiste portie melk kan verstrekken. Naast de melk kunnen de kalf ook onbeperkt water drinken. Er zit dus een waternippel en een drinkwaterbakje hebben we. Ook hebben we een schuurborstel. En die schuurborstel die is ervoor om dat ze lekker kunnen schuren. Ook hebben we een skippiebal waarbij ze kunnen spelen. Ook hebben we een aantal fopspenen in het hok. Dit is ervoor dat de kalveren aan hun zuigbehoeften kunnen voldoen. Dit diervriendelijke houderijconcept heeft het Beter Leven keurmerk van de Nederlandse dierenbescherming. En mooi aan de diervriendelijke houderij is dat de kalveren zelf kunnen bepalen wanneer ze kunnen liggen, drinken en eten en spelen en dat ze kunnen herkauwen wanneer ze willen. Dit komt goed aan het dierenwelzijn en daar ben ik trots op.